ja, het is lockdown, dus we hebben toch niks anders te doen, maak het op. Hey Han. Hey mannen, welkom. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie er zijn. We hebben er zin in. Ja, fantastisch. Ja, helemaal leuk. Ja, we gaan iets heel leuks doen, hè? Ja, nou, kom binnen. Absoluut, absoluut, absoluut. Helemaal leuk. Oké, Johan. We zijn hier bij jullie in de winkel, hè? Ja, leuk. Ja, van Westenmode. Ja. Wij doen natuurlijk al jaren samen met jullie. Ja. Jullie kleden al jaren de jongens bij ons in het restaurant, hè? Ja, ja. Hey, want de jongens moeten toch een mooi pak hebben natuurlijk. Dat hebben ze, hè? Maar vertel, hoe lang bestaan jullie al? Wat doen jullie precies? Ja, we zijn al best wel oud. We zijn al bijna 100 jaar. Dus van Westenmannen bestaat bijna 100 jaar. Nog 3 jaar. Dus wij zijn al bezig met het 100-jarig bestaan. Een mannenmode, dat doen we vanaf begin tot eind. Geen vrouwen, hè? Alleen geen mannen. Vrouwen, daar hebben we geen verstand van. We doen echt alleen de mannen. Ja. Met hart en ziel, met een hele ploeg hier. Ja. En nou, je kan hier eigenlijk helemaal van alles slagen voor de mannen. Van een jeans tot een trouwpak. Van hele hippe kleding tot hele klassieke kleding. Dus eigenlijk van alles wat. En dat stopt waarschijnlijk ook nooit, hè? Nee, dat stopt nooit. Nee. Ons vak is natuurlijk ontzettend internationaal. En fashion is altijd in beweging en stopt eigenlijk nooit. Maar ja, er zijn ook al overeenkomsten met een restaurant natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, het is altijd top sport op het moment. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk... Ik bedoel, maar het wordt een beetje vergeten, hè, tegenwoordig. Hè? Want mensen die gaan op een restaurant en ik vind dat je een mooi kan aankleden. Ja. Dat hoort al bij het ritueel van zeker. Naar een restaurant te gaan. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja, toch? Dan maakt ze de avond toch weer completer. Ja. Netjes aangepakt je wil graag een beetje mooi voor de dag komen. Ja, toch? Want ja, het is net zoals in een restaurant. Je kijkt ook naar de entourage, naar wat er op je bord ligt natuurlijk, wat je eet. Maar ook, ja, hoe ziet alles eruit? Ja. Daar hoort ook je eigen gezelschap ook bij. Dus, ja, natuurlijk. Ja, daarom, ja, je kleed je voor op restaurant te gaan. Ja. Ik denk ook dat je wordt er ook blij van, ja, dat je gewoon absoluut. Goed gekleed gaat. Maar vertel, hoe ziet zo'n ding eruit dan? Want, ik vraag me altijd af, maar jullie gaan één keer of twee keer per jaar alles inkopen? Of? Nee, meerdere keren per jaar. Wat wij altijd doen, ons traject is eerst naar beurzen in het buitenland, in Italië. Om te kijken en te voelen wat er, een beetje proeven. Dat is altijd Italië? Nee. Italië en Duitsland, maar vooral Italië. Mm-hmm. Niet dat we daar heel veel inkopen, want dat doen we dan hier in Nederland wel. Maar daar wil je gewoon proeven wat voor kanten de mode op gaat. Ja. Ja, daar zie je op dit moment heel goed. Veel invloeden vanuit Italië, die zitten dan nu in de mode. Maar daar oriënteren we al in. En later gaan we dan hier inkopen. En dat doen we 4 keer per jaar ongeveer. Maar wel heel ver vooruit. Dus wij zijn nu al bezig met de winter 2021. Oké, het is maar het winter nu. Het is nog maar winter 2020. En dat, dat is ook het mooie aan mijn vak. Ja. Om te zien welke kant het op gaat en wat past er hier. Ja. Maar het is ook natuurlijk gelijk het meest risicovolle. Want wij werken een jaar vooruit. Hey, wat gaan we vanmiddag doen? Nou ja, het is leuk om hem natuurlijk een beetje in de stijl. Hè. We zitten een beetje in de stijl van de Peaky Blinders. Hè. Dat is op dit moment. Net een Netflix-serie. Ja, dus ja, een beetje deze stijl. Of zoals die meneer daarachter hier. Die zie je natuurlijk heel veel op dit moment. Ja. Dat is juist ook leuk als je naar een restaurant gaat. Voor de mannen natuurlijk. Dus we gaan een beetje jullie in die sfeer aankleden. Okay. En nou, ik heb al wat gereed gelegd. Ik heb natuurlijk een beetje voorwerk gedaan. Ja, dus we gaan wat. Ik ga eerst wel laten zien. We zullen een model eigenlijk. Ja, ja. En jij bent een heel goed model. Kom helemaal goed. Ik ga je wel laten zien. Ja, gaan we doen. Helemaal leuk. Super. Nou, ik heb natuurlijk wat voorwerk verricht. Even gekeken voor jullie wat is leuk bij de Peaky Blinders stijl. Nou, Toby, we gaan met jou beginnen. Ik heb voor jou even gedacht. Bijvoorbeeld zo'n Engels pak met zo'n Engels ruitje. Met dezelfde broek erbij. Leuk om te zien. Ja, ja. Oh. Ja? Ik vind die andere maar ruiger. Die? Ja, ook heel leuk. Okay. Kijk, ook zo'n ruitenjasje. Natuurlijk helemaal in de sfeer van de Peaky Blinders. Ja, dat gaan we even proberen zo. Die mag je alvast meenemen. Ja, dank je. Nou, Jesse. Voor jou heb ik ook wat voorbereid. Ook twee leuke dingen. Ook weer zo'n Engels jasje, zo'n ruitje. Nou, helemaal in de stijl natuurlijk die erin past. Ja. Maar ook nog iets gedurfder eruit. Dat is misschien ook al grappig. Zeker als we dat gaan combineren met bretels en met een strekje of een stropdas. Ja. Dus dat gaan we voor jou proberen. Nou, natuurlijk voor de chef. Ja, dat is helemaal speciaal. Ik had eerst gedacht, hebben we aan een velours gilet. Okay. Zo'n strakke. Ja. Ook helemaal in de goede sfeer, pochetje erbij. Okay. Maar er hoort natuurlijk ook een pak bij, dus ik heb een heel leuk pak voor jou. Dat ga je straks aandoen, met een strikje erbij. Zwarte overhemd, daar wil ik je wel eens in zien. Oké, top. Dus we gaan zien. Ja hoor, helemaal goed. Neem mee, mannen. Oké. De paskamer is hier. Yes.
Yes, geweldig. Helemaal leuk. Toby, ik geef jou nog even iets leuks. Want ja, bij zo'n echte set hoort natuurlijk een bretel. Dus die geef ik nog even aan. Even bij je pak aan. Right. Ja. Is dat leuk? Ja, hè? Stukje. Ja. Maar dat bovenste of het onderste knop dicht? Bovenste. Bovenste, oké. Okay. Heb je daar een verstand van? Hè? Daar kan je geen verstand van. Ik zit hier met Pieter. Pieter is onze vaste fotograaf. Hè? Die heeft alle foto's voor ons gemaakt voor ja, alles van food en eigenlijk alles rondom. Hè? Rondom Kromatra. Ja. En dat doe je eigenlijk al jaren, hè? Tussentijd. Hè? Van 2014, denk ik, ben ik de eerste keer in maart 2014. Serieus? Heel lang geleden? Ja. Ben ik de eerste keer langsgekomen. Ja? Ja. Maar toen was je nog leraar? Ja, toen was ik leraar. Ja. Maar nu ben je full ding, hè? Nu al 3 jaar fulltime fotograaf, ja. Oké. Okay. Ja. En je doet eigenlijk alle sterrenchefs een beetje? Toen was het toch een groot deel? Een deel. Veel, ja. Ja, waar is dat begonnen? Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe komt dat vandaan? Ja, ik gaf al heel lang les. Iets totaal anders. Ik gaf lichamelijke opvoeding en biologie. En ik had zo wat probleem met 30 geworden. Ik wilde... Ja, dat lesgeven was allemaal wel leuk, maar creatief zat ik ergens vast. En dan eerder bij toeval ontdekt dat ik het nemen van foodfoto's wel leuk vond. En eigenlijk dan beslist, ja, in januari 2014, om vanaf dan enkel nog maar gerechten of restaurants te gaan fotograferen. Maar je ontmoet natuurlijk zo schrik veel mensen. Ja. Je komt eigenlijk overal over de vloer. Ja. Overal, ieder restaurant heeft toch ook weer zijn eigen dingen. En zijn eigen, Maar dat is het leuke eraan. Ja, eigenlijk ja. Alles heeft zijn eigenheid. De sfeer is anders. Of de vorm van de keuken is anders. Ze maken andere gerechten. De ene werkt met veel vis, de andere werkt met veel vlees. In het begin bijvoorbeeld kom je in een restaurant waar dat ze de vis bijvoorbeeld branden en een ander gaat ze hem gaan roken of een ander gaat hem bakken op de plaat. En ja. Je ziet heel veel leuke technieken en daardoor, ja, je ziet heel veel en dat maakt het ook wel leuk. Ja. En wat ook wel leuk is natuurlijk met die kookboek dat we gemaakt hebben. Dat is ook wel leuk om te vertellen, dat je op een gegeven moment dan moet men 75 foto's maken. Nee, 75 gerechten. Ja, zoiets, hè? Ja. En dan hadden 25 op een dag een foto, hè? Dan hebben we redelijk wat gas gegeven. Ja, mooi. Ja. Ja, dat is, wel. Dat is niet voor iedere dag wel. Dat is niet voor iedere dag. Nee, anders... Nee, maar bedoel, dat, iedere keer als we dan, dan zo'n set doen, dan zijn we natuurlijk alles klaar. En jij staat ook klaar met dingen. En dan gaat het als een speer, hè? Dat is niet normaal, hè? Ja, ik vind dat er ook wel tempo moet inzitten. Jawel. Er moet wel een bepaald tempo blijven inzitten. En die tijd van dat ze vroeger met spiegeltjes werken, dan weet ik een beetje voorbij. Maar dat kan nog. Okay. Het kan nog. Iedereen heeft zijn eigen stijl in het maken van zijn beelden ook. Er zijn nog altijd foodfotografen die met spiegels werken en dergelijke meer. Dat kan. Maar ik denk voor... Ja, heel veel van mijn opdrachten zijn voor sociale media. Dat moet gewoon tempo zijn. Moet dat vooruit zijn. Dan moet dat vooruit zijn. Dan moet er heel veel beeld gemaakt worden als ze... een langere periode verder kunnen. Ja. Een boek is iets anders. Dan kan je dat tempo bewust wat trager leggen. Of net... En dan staat het nooit stil, hè? Want je moet je iedere keer weer op heruitvinden. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk wel een bepaalde stijl. Hè? Ja. En die stijl past perfect bij ons. Want dat is met die donkere kleuren allemaal en die zwarte achtergrond. Maar ook die achtergrond met die schelpjes die we toen nog gedaan en zo. Ja, maar uiteindelijk ben ik begonnen met wit. Ik denk de eerste 2-3 jaar heb ik alles op witte achtergrond gefotografeerd. Alles. Ja, maar nu is alles zwart. En nu is bijna alles zwart. Ja, toch heel veel. Heel veel donker, maar dat wit is ook nog altijd mooi. Maar het moet een beetje passen in de sfeer of dat probeer ik wel. Ik kom ergens, ik weet nooit, stel dat een nieuw restaurant is, weet ik niet, op welke manier dat ik ga fotograferen. Ik kom binnen, snuif die sfeer op en die sfeer moet in die foto zitten. Ja, maar dat geloof ik wel, ja. Maar het blijft wel een soort eigen stijl die er altijd in... Ja, er zit altijd wel een soort vorm van eigenheid in. Ja. Als wij samenwerken ook, het gaat heel makkelijk samen altijd. Hè? Het smelt altijd in elkaar, het gaat altijd heel makkelijk, het gaat altijd heel... We hebben toch al heel veel leuke dingen gedaan, hè? Ja, dat wel. Of tijdens die eerste ontmoeting in maart 2014 was het eigenlijk de bedoeling van kennis te maken, maar een uur later stond de gerecht wel op tafel, ja. Waren we al aan het shooten. Ja. Die zomer ben ik 3 dagen komen meekoken. En voor mij was dat ook wel leuk. Omdat mijn visie wel deels veranderd is. Maar dan snap je de filosofie nog veel beter van het restaurant. Maar ik denk dat je dat altijd wat doet, toch niet?
Ja, je eigen inleven in de chefs? Of valt ja, op? Deels wel, maar ik kan niet in ieder restaurant waarvoor je werkt drie dagen gaan meedoen. Ik zou dat wel willen doen, maar dat lukt niet. Vanmiddag was het ook weer fantastisch. Ja, ja, ik vond het leuk. Het is iets heel anders dan dat ik normaal doe, maar het is wel leuk om te doen. Ja, maar daarom zei ik ook tegen hem, ik vroeg even, God, Pieter, zie je dat zitten? Hey, want dat is in principe niet jouw ding. Nee. Maar dat is super leuk om te doen. Hè? Ja. Als we dat in de winkel moeten doen, dan had het liever gepast. Nee. Omdat die sfeer is er niet. En die sfeer dat we nodig hadden op die foto's, vind je wel in die verlaten panden. Ja. En ik ben op die manier begonnen met fotografie. Ja, kijk, we proberen zo in die filmpjes, en natuurlijk proberen we iedere keer weer de mensen rondom ons, die iets met ons doen, of weet ik veel wat, gewoon mee te nemen in die filmpjes, in het verhaal. En ik denk dat het voor de mensen ontzettend leuk is om jou te leren kennen, en om Johan te leren kennen, en om Stefan van de Bakker, en enfin, Marlies van de Kaas, of Elisa. Mm-hmm. Superleuk. Ja, het is veel groter. Je hebt een drukker nodig die de menukaarten werkt. Je hebt iemand nodig die een website bouwt. Er komt zoveel bij kijken dat mensen niet altijd zien of vatten. Ja. Het is ook heel moeilijk als je daar niet in zit om te vatten hoeveel werk dat er soms ook in houdt. Ja, absoluut. Ja, en weet je wat ook is? Als we met die foto's bezig zijn, je kan je half werk leven ook. Het moet altijd top zijn. Hè? Maar half is het beter niet, denk ik. Nee, er is nooit een moment dat we zeggen van, het is altijd, als jij je weg bent ook s'avonds, zo'n fotoshoot gehad hebben, hè, ik ben altijd helemaal leeg. Want als je de hele dag vliegt en je bent geconcentreerd, en maar geconcentreerd bezig zijn, ben je toch weer net iets anders dan als je wel kookt. Hè. Maar ik heb dat soms hetzelfde ook, als er 25 gerechten shooten op een dag, dan is bij mij, het vat echt wel op. Ja, dan is het leeg, dat kan niet meer, want je zit constant met veranderde factoren. Je wilt telkens een andere sfeer of een ander beeld maken. En ja, dan komt er zoveel en zo snel. Dan is het s'avonds gewoon ook leeg. Maar leuk hè, Pieter. Ik vind het echt fantastisch leuk vandaag. Echt schitterend. Dus ik haal er een heel mooi filmpje van aan. Ik denk dat het echt heel leuk wordt. Ben benieuwd. Oké, gezondheid. Ja. Alright jongens. Dat was een lange dag. Zo. Dat valt niet mee zo'n fotoshoot. Dat was echt een serieus dingetje. Maar ik ben eigenlijk moe. Ik ben echt... dus ik ga... we moeten wel iets koken natuurlijk, want anders is het een kookfilmpje. Dus dit blijft een kookfilmpje natuurlijk. Dus ik ga gewoon voor mezelf, want ik ben alleen thuis vanavond. Ik ga gewoon een pastaatje maken voor mezelf. En dat had ik al een klein beetje in gedachten. Want ik zeg, dat wordt toch weer een lange dag met dat fotoshooten en heel die bazaar. Dus ik had al een klein beetje pasta deeg, had ik al gemaakt. Pasta deeg, dat zat op receptuur. Dat is gewoon dingen, bloem, eieren, een beetje olijfolie, een beetje water en dan maak je pasta deeg van. En die had ik al gewoon klaargelegd, dat is makkelijk. Dus ik ga gewoon voor mezelf een lekker pastaatje maken. Ik heb kokkeltjes voor erbij, lekkere kokkeltjes en een beetje kruiden voor erin. En dat was het eigenlijk wel. Gewoon heel simpel. Ja, simpel kan eigenlijk niet. Maar ja, soms moet het ook simpel zijn. Ik bedoel, het kan niet altijd heel ingewikkeld zijn. En we zijn allemaal wel eens op zo'n dag gehad hebben van, moet dat nu nog? Maar dan nog moet je blijven koken. Dat is heel belangrijk. Want als je nu gaat zitten en je haalt ergens een zak friet of wat ik vind wat, dan moet je doen. Gewoon lekker voor jezelf blijven koken. En geest drinken. Even kijken. Rocco del Cri, dat is wel leuk trouwens. Rocco del Cri. Is van Paul Herman, van de Wijnhand van Herman. En die Rocco del Cri. We zijn trouwens bij mij thuis hier nu. Hè. Dus gewoon, ik zit niet in de keuken, niet in de kroonwater, hang ik me gewoon thuis. Gebeurt bijna nooit. Ik bedoel, ik woon hier eigenlijk niet, ik slaap hier alleen maar. Dus voor mij is dit gewoon eigenlijk een hotel. Er zijn soms wel eens mensen op visite en dan zeggen ze van, heb je een bakje koffie, heb je suiker en melk? Ik zou niet weten wat er staat. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, Rocco del Cri, Paul Herman. En Paul Herman die heeft dit naar hier toe gehaald. En dit is gemaakt door de allerbekendste chef van de wereld, El Bulli. Die kennen jullie allemaal. En El Bulli die had een sommelier en die maakt dit. En dat is gemaakt voor Johan Cruijff en El Bulli, want dat waren goede vrienden van elkaar. En die haan en heel dat etiket, dat vertelt het verhaal over het haantjesgedrag die die twee mannen onder elkaar hadden. Dus Johan Cruijff en El Bulli. Kan niet slecht zijn toch? Dus dat heb ik maar gelijk gebombardeerd als huiswijn. Blijft lekker. Ja, proost jongens, op een mooie dag. Dus eventjes over die fotoshoot.
Die fotoshoot die hadden we, maar Johan is natuurlijk al jaren onze, de man die al onze kledij voor de jongens allemaal regelt. Hup, zit hier vastplakt. En ik wilde Johan gewoon heel graag gewoon met Van Westen, met de mode gewoon in die filmpjes betrekken. En jullie denken natuurlijk van god, wie was die, die hele mooie mevrouw nou op die foto's? Dat was Linda. En Linda, die was de vaste kracht, tenminste, dat was de gastvrouw van Tom's Hidden Bistro. Maar ja, die Tom's Hidden Bistro die kan niet meer open. Nee, omdat die veel te klein is. Ik doe het tussentijd gewoon verder. Omdat die veel te klein is. Dus ja, Linda zit in principe niet zonder wijkel. Linda is schoonheidsspecialiste. En dus Linda heeft werk zat, maar Linda deed haar eigen hobby. En die werkt al jaren bij ons. Dat is superleuk. Dus Linda moest ook op de foto natuurlijk, want ja, met die Peaky Blinders. Kijk, we waren natuurlijk allemaal netjes in pak, maar er moet wel een mooie vrouw bij. Hè? Dat is toch leuk? Dat is toch geweldig? Dus, kijk, pasta. En die pasta die gaat, ik heb hier een machine staan. Ik hoop al dat het lukt, want ik kan hem niet vastzetten. Dus ik moet eventjes een klein beetje improviseren. Want normaal staat dat ding staat er vast. Ja, je ziet wel, het gaat een beetje heen en weer, maar dat geeft niet. Zo, hop. En die draai je er gewoon een paar keer door. Maar wel verse pasta maken, jongens. Dat is veel lekkerder, toch? Kijk, dan doe ik nog een keer dubbel, dat die goed... Hoppakee. Nog een keer erdoor. En het is ook wel de kunst, jongens, om niet te veel bloem te gebruiken. Je kan een klein beetje bloem gebruiken, maar niet te gek veel. Dus kijk, ik kan een klein beetje insmeren. Het is goed op langs die tijd, dus er ligt straks overal bloem op de grond weer. Ik ga niet datzelfde filmpje maken met die pizza's, want dat komt niet goed natuurlijk. Dan denk ik op langs helemaal niet goed wordt. Dus dit draai je erdoor. En dit is nu stand 0. Oh, ja, zie je wel, dat ik me vast aan, maar... Stand 0. Zo. En dan zet je hem twee standen verder, op stand 2. En draai je er nog eens door. Ja, ik moet toch eventjes... Het is een beetje sukkel jongens, maar dat hoort er al bij. Zo zie je wel, het kan niet altijd perfect gaan. Hè? En dan zet je hem op 2 standen verder, op 4. Ja, zoiets. Op 4. Hup, nog eens erdoor. En ik vind het wel lekker om een beetje dikke pasta aan, maar niet te dun zijn. Er mag best een beetje een bite in zitten. Hè? Ik heb er tussentijd ook een pan met water opgezet, die staat te koken. Is die zachter zetten. Hoep, hoep, hoep. Oh, dat is met thuis koken, hè? Oh, man, nee. Met al die dingetjes, ik heb er al de ruzie mee. Ja, hebben jullie misschien thuis ook wel, weet ik. Gaan we nog één dingetje zacht, verder en eentje dunner. Zo. Oh, kijk eens jongens. Komt helemaal goed. Ja, het is wel super onhandig dat dat ding niet vaststaat, maar komt allemaal goed. Dus ja, we moesten Linda natuurlijk in die filmpjes trekken. En met die jongens erbij natuurlijk. Fantastisch, hè. Dus we hebben ontzettend veel plezier gehad vandaag. Dus even kijken hoor. Gaat hij hierin? Ik ga gewoon. Zo, yep. Ja, komt helemaal goed. Hier doorschuiven, zo. Kijk eens, hoppakee. Hoe makkelijk kan het zijn, jongens? Een beetje pasta maken. Kijk, zie je dat? Geweldig, toch? Ik heb hier een bezemsteel. Zo, hang hem er even over. Kan die een klein beetje even drogen. Zo. Zal ik er nog in draaien? Nee. Nee, ik denk dat ik heb niet zo heel veel honger eigenlijk. Ik ga gewoon een klein beetje maken, jongens. Ik ga niet te veel. Pak een beetje aan elkaar, maar dat is omdat het nog iets te vers is. Een beetje aan elkaar trekken. Zo. Hoppakee. Dus ja, een simpele thuismaaltijd, jongens. Want, ja, we hebben allemaal eens een lange dag, hè, toch? Dus ja. Gewoon een klein beetje pasta koken. Helemaal lekker. We waren toen in Italië. Om dat toch maar even een verhaal te vertellen. En daar werden we uitgenodigd bij Antinori. En Antinori is dat hele grote wijnhuis. Hè? Met al die heel mooie wijnen. En die dure wijnen ook. Maar fantastisch mooi. Echt heerlijk. En bij Antinori gingen we gaan eten. En daar werden we uitgenodigd in de sterrenzaak. Maar wat deden ze nou? We zaten de dag ervoor.
werden we ook uitgenodigd op een boerderij. En dat waren van die, ja, van die Big Mama's, zou ik maar zeggen, hè? Die waren dan koken. En die Big Mama's, die maakten voor ons van die gnocchi's. En pasta. Ja. Dat was lekker, jong. Daar hebben we zitten eten. Ja, dat was echt niet normaal. En dan zaten we de volgende dag in die sterrenzaak. En we allemaal zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel terug naar die Big Mama's. Want dat was echt fantastisch. En die hadden echt, ja, gewoon met hele simpele ingrediënten. En die echt fantastisch lekker gekookt. En dan zit je daarna zit je in zo'n, drie sterrenzaak. Het is geen reclame voor mezelf, maar goed, ja. Maar dat was echt, dat was gewoon echt tien keer minder eng als die vrouwen. Ik ben tussen met een klooien met die pasta. Oh, leg hem op de grond. Ik denk dat straks meteen een stofzuiger oppakken. Ja, goed, geen probleem. Dat is gedraaid. Dus, dan heb ik een uitje. Het bekende rode pepertje, want ik heb hem niet mis natuurlijk. Kokkeltjes, verse kokkeltjes. En ik heb wat kruiden gepakt eventjes, dus ik heb wat lavas. Ik eet graag lavas, ik vind dat lekker. En een beetje bieslook, een lentuitje erbij. Dus dan ga ik eerst even snijden. Gewoon even lekker fijn snijden. Maar zo'n fotoshoot, dan zei je wel eens van, god ja, ik ben natuurlijk helemaal geen fotomodel, maar het is best wel vermoeiend. Het is best wel een dingetje. Ik had echt zoiets, maar klaar met die shoot. En ik zeg, wow, poeh. Dat is best wel intens. Want het is niet van gaan een kwartiertje op de foto hoor. Nee, we hebben er echt een hele middag over gedaan. Dus het was echt. Ja, Pieter is een supergast. Hè? Pieter de fotograaf. En ja, we hebben veel lol gehad met elkaar. Een klein glasje whisky gedronken. Misschien ben ik daar wel een beetje moe. Dat was kan toch? Weet niet. Ja, goed, maakt niet uit. In ieder geval. Vuilbak. Hebben die ergens? Ja, hier. Uitje, pepertje, pannetje, hoe werkt dat? Kijk hoor, deze nee. Dus hier maar, ja. Dan weet je gelijk hoe vaak ik ook thuis kook. Nooit, echt nooit. We hebben hier wel een keuken, maar koken nooit. Maar goed, maakt niet uit. Uitje erin. Lentuitje, vind ik altijd lekker. Die lentuitje doe ik er helemaal op laatst in, dat die gewoon nog rauw is helemaal. Dat is echt super lekker. Maar ja, ik heb ook maar gelijk, want ik dacht, ja, ik moet toch even een t-shirt aantrekken. Want dat super lekker t-shirt, dat blijft natuurlijk ons dingetje. Maar ik heb er gelijk maar deze aan getrokken. Dan weet je gelijk waar het over gaat. Even kijken. Nou, dit ligt klaar. Nou, dan kan... Beetje olijfolie in de pan. Lekker olijfolie. Dan. Uitje erin. Oeh, kijk eens. Dat sist gewoon, joh. Niks mis mee met die thuisdingen. Zo. Uitje erin. En dan, heel belangrijk, jongens. Lekker veel peper. Ik heb hier van die huisstaande keukenpeper. Ik heb mijn eigen pepermol meegenomen, maar ja, vergeten. En ik hou gewoon peper, jongens, dat weet je. Dus ik doe er echt een volbak peper in. Heerlijk, lekker. Klein beetje zout, niet te veel, want die kokkeltjes hebben zout genoeg. Zo, ja. Shit, moet je te wijn hebben. Cicciarello staat altijd open. Witte wijn. Kokkeltjes. Oh ja, eerst pasta erin. Shit. Heb je pasta erin? Heb ik erin? Gaat niks boven eigen gemaakte pasta, hè? Heerlijk. Zie je ook ergens een vleesvork? Hmm. Hij staat in de keuken liggen. Dus ik sta eigenlijk in jullie entourage nu, hè? Dat is weer eens wat anders, hè? Uitjes, kokkeltjes. Maar ja, moet nog een dekstapje ook.
Was dat? Het is er wel gemaakt. Kilo je kokkeltjes, eet je wel op voor jezelf. Met wijn erop. Deksel erop. Klaar. Hoe makkelijk kan het zijn? En tussentijd even die kruiden snijden. Niet iedereen houdt van lava's natuurlijk, maar ik vind het heerlijk. Ik vind het echt lekker, die celery smaak. En bieslook ook lekker. Lekker gezond ook allemaal. Zo. Nou, pasta is lekker te koken. Ja, hoe lang kook je dat dan, zo'n pasta? Ja, ligt een beetje aan jongens hoe dik je hem draait. Dus ja, een paar minuutjes. Niet lang. Neemt een eitje erbij. Hoe lang zijn we nog bezig? Kwartiertje, Patrick? Ja. Nou, kijk, op een kwartier heb je het, jongens. Hoe snel kan het gaan? Ja, maar je hebt nu wel de pasta aan gedraaid, hè? Ja, de voorbereiding is alles, toch? Ja, maar dan weet ik dat je het niet in een kwartiertje eten. Nee, dat is waar. Oké. Okay. Dat is waar. Kruiden. Lenteuitje. Lekker citroen erin, zo'n laak. Schepje kan fris erin. Hup. Lekker, lekker, lekker. Juppie. Dus, crème fraîche, citroen, kruiden, kokkeltjes. En die kokkeltjes, jongens, snel open koken. Dat moet geen kwartier staan koken, want dan krijg je kauwgom. Dus je moet het maar niet hebben. Nou, even kijken naar die pasta. Kom weer dan, beter. Bijna ad dente. Ik ga ze hier niet tegen de muur gooien. Want ik op langs helemaal gek word. Ik ga het niet doen, hè? Ik hou het hier proper. Ga ik zo een beetje opruimen zo. Maar met die filmpjes, jongens, we hebben er weer zoveel plezier in. En we hadden een beetje shit met de dingen, met het geluid. Maar dat is tussentijd opgelost. Dus we gaan echt nog hele leuke dingen doen. We gaan van de week nog vissen. We gaan halen. En we gaan, fijn, van alles. Schelpjes. En we gaan de wijn opduiken die in de kade hangt, die we erin gehangen hebben. Fijn, we gaan van alles doen. Er komt er van alles voorbij. Kijk, die kokkeltjes, jongens. Hup. Een beetje gelekt. Eerst even hier zo. Doekje. Zo. Allerlei piep, ik weet niet waarom het is, maar het zal er eens voor zijn. Zo. Kokkelsap eraf. Oh, dat ruikt lekker, jongens. Dan lekker citroen in. Hoppakee. Crème fraîche erin. Oh, die pasta is gaar. Een handdoek. Hebben we een handdoek? Ja, deze wel even. Ik weet niet of dat een handdoek is, maar... Handdoek. Pasta. Pasta in bord. Hup. Oh, dat ruikt lekker, jongens. Dus, pasta. Kijk, gewoon. Bordje pasta. Kokkeltje erop. Een lepel. Ja. Schepper.
Ik weet echt niet wat het is, maar... en wat ze ermee doen? Maar, ik heb geen flauw benoemd. Maakt ook niet uit. Ik vind het allemaal prima. Hup. Kokkeltjes erop. Zo. Oh, dit moet maar koken natuurlijk. Hallo. Zo, ja. Kruin erin. En dan denk je natuurlijk bij jezelf van ja, god, waarom gooit je nou al die kokkeltjes bij die schelpen erop? Ja, een kokkeltje zit alleen maar in de schelp, jongens. En dan ga je gewoon die pasta er van tussenin en zo. Maakt toch niet uit? Is dat lekker? Slaat je wijn. Oké, goed. Kijk, saus. Dat is gewoon het sap van de kokkeltjes. Crème fraîche erin, beetje citroen erin. Kruiden erin. Over de pasta. Oh, lekker! Super lekker! Ik ga lekker in, jongens. Tot de volgende!